Dat was vandaag zeker de eerste twee rondes niet makkelijk, maar verder ging het top. Ja, ik had het wel zwaar met Mitch en bij het technische stuk met wortels en de Rock Garden, daar pakte ik een gaatje op om. Ja, vanaf toen heb ik echt volle bak door getrokken. En, ik had niet een groot gat, maar ik merkte wel dat hij langzaamaan kraakte en daar profiteerde ik van. En zo kon ik mijn voorsprong uitbouwen vandaag. Ja, de vorm voor jou is natuurlijk nog steeds goed. Je pakt hier vandaag de overwinning in de wedstrijd, wat natuurlijk mooi is. De laatste wedstrijd en de finale wedstrijd van de Benelux Cup. Maar je pakt ook die overall win in de Benelux Cup. Dat doet je heel goed. Ja, nou, dit is op zich wel een hele opsteker voor me. En ja, ook wel belangrijk voor het Nederlandse mountainbiken, zo'n mooi klassement. En ik denk dat ik over het gehele seizoen mezelf wel de sterkste mag noemen. Ik ben nu de zesde Benelux Cup op rij, dus daar mag ik wel heel content over zijn. Ja, over die prestatie is niks op af te dingen. Voor jou gaat nu ook de winterperiode aanbreken, maar de winterperiode betekent voor jou nu een voorbereiding op het komende seizoen. Ja, komend seizoen ga ik de overstap maken naar onder 23 en dat is een hele grote categorie. Maar ik heb afgelopen winter bewezen dat ik grote stappen kan maken en ik ben er nu ook zeker toe bereid om komend winter naar onder 23 ook weer grote stappen te maken. Mark, gefeliciteerd met jouw dubbele overwinning vandaag en ik zou bijna zeggen geniet ervan zoveel als kan. Ga ik zeker doen, bedankt.